Goedemorgen. Dit is de spiegel die ik gisteravond heb afgesloopt van de badkamer. Er is een huisgenoot van ons. Die weigert uit zijn nest te komen. Echt vreselijk. Ik heb de mand onder zijn poten vandaan gehaald. En zijn knuffeltjes weg. Deurtje open. Ik heb onderaan de trap staan roepen. Ik zeg, als je nu niet komt, ik scheur je kop van een rot. Nee, dat zei ik niet. Hij blijft gewoon liggen. En het lijkt het ook gewoon dikke prima te vinden ook. Charlie, kom. Kom. Kom maar. Kom maar met ons mee. Kom. Uit. Charlie. Nu denk je, oh, oké. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We vinden het helemaal niet gezellig zonder je. Oh. Nee. You didn't. Oh, wat doe je nou weer? Nee, maar dat kan toch niet? Kom, uit. Uit. Dicht. Hij kijkt echt. Huh? En dan ga ik daar wel zitten. Nou, kijk hoe leuk je het nu vindt als ik naar beneden ga. Kom maar. Oh, dan komen we wel. Kom maar. Ja, ga maar. Nee, we gaan nog niet wandelen. Dat is straks pas. Waar is ze nou? Nee, hij blijft netjes zitten. Er zit hier een kikker. Oh shit, waar is hij nou? Nee, hij is weg zeker. Oh, daar, je ziet hem ritselen. Nou, het is serieus, dat is een grote kikker. Is het een pad? Ja, weet ik dat, wat het verschil is tussen een kikker en een pad. Hij is groen, hij zit daar ergens. Nee, hij zit hieronder. Oh, nu is hij daar. Oh, kijk daar. Wow, hij springt hoog, zag je dat? Kom maar. Oh, wacht, daar werkt hij niet. Oh nee, dat is een kikker. Hij kan er niet op. Ja, dat is een kikker. Nee, echt waar. Oh, ik vind dat zulke schattig. Moet je heel erg Freek vormen. Oh, kijk nou. Oh, kijk nou wat vet. Oh, wat mooi. Gewoon in het wild, hè? Ja, gewoon in het wild. Gewoon in het wild. Pak hem. Hey, pak hem. Maar even serieus, Hans. Ja. Heb je wel zullen denken. Heb je hem wel eens vastgepakt of niet? Ik heb wel eens iets vastgepakt. Mijn vader die pakt ze dan op en brengt ze naar de show, hè? Echt? Soms wel, ja. Oh, nou bel hem even dan. Oh, dat is sneu, hij zit wel vast. Ja. Ja, maar ik denk, überhaupt hoort hij hier niet zijn. Je moet hem naar de sloot brengen. Ja, ik vind het echt heel dapper van je dat je aan Charlie niet doet. Dat je het aanbiedt om dat te doen. Nee, maar serieus, waarom neem je hem in een bakje en dan breng je hem... Ja, doe jij ik dat... Ik vind het zo eng om hem vast te pakken, omdat hij zo gekoud is. Ja, zo slimy. Ja, nou, slimy valt er mee. Echt? Ja, ik vind het altijd heel slimy. Wat ja, hier kwam ik voor. Ah. Nog één keer met z'n drietjes. Ik kom, Charlie. Ik heb een hele grote pan soep gemaakt. Een hele grote pan soep gemaakt, dus ik ga even een klein pannetje soep aan mijn ouders brengen. Maar ik weet niet in wat voor toestand ze hem nu... Aantreffen, Charlie. Goed. Ja hoor, Hans. Je ouders komen op bezoek en het is weer netjes. Kijk dan. Het is gewoon echt een huis aan het worden. We kunnen hier weer lopen. Ja, dat hebben we lang niet gekund, hè. En het is gewoon allemaal best wel opgeruimd. Nou ja, het is nog steeds wel een beetje troepig, hoor. Ik bedoel, het is nog steeds niet heel opgeruimd. Maar voor hoe het de afgelopen week is geweest... Is het echt een
breakthrough. Ik ben echt heel blij om dit te zien. Hier word ik echt heel blij van. Oh, ik had rust in mijn hoofd. Ik bedoel, het is nu wel boven overal een beetje een bende. Maar ook niet super. We hebben wel geprobeerd dingen echt op te ruimen. Oh, wacht. Ik moet denk ik voor mezelf spreken. Maar, nee, maar hij is nog een beetje aan het klussen en zo. Maar ik ben echt heel blij. Het huis wordt weer echt een beetje een huis. En daar ben ik blij mee. We kunnen gewoon weer eten aan de eettafel en zo. Leuk. Oké, okay, het moment is eindelijk daar. Hans en ouders zijn weg en wij gaan de robotstofzuiger proberen. Want ik zei, het huis moet echt wel een stuk meer opgeruimd zijn voordat we de robotstofzuiger echt kunnen laten lopen. Want anders heeft het gewoon geen zin. En ben ik veel te bang dat hij alleen maar puin ruimt van al het spijkeren in de muur. Maar goed, Hans en ouders zijn weg, dus het huis was schoon. Zonder zijn ouders. Ik weet niet waarom ik dat zeg. En nu gaan we de robotstofzuiger proberen. Ik ben heel benieuwd hoe Charlie erop reageert. Want hij heeft het natuurlijk wel bij mijn ouders gezien. Maar toen was hij echt een super stuk jonger. Dus, oké. Okay, yeah. Daar gaat hij. Hey, hij is oranje, jongens. Ah, ik vind het zo gek. Ah, wat zo gek om hier een robotstofzuiger te zien. Dat is leuk. Ja. Oh, wat is het gek om hier een robotstofzuiger te zien in ons eigen huis, Hans. Ja, heel erg. Dit is echt zo gek. Dit voelt echt luxe. Ja. Hij remt ook af voor. Wat een leuk ding. Maar hij remt ook af voordat hij de muur raakt. Afremmen en dan heel rustig zo bumpen. Wacht, we zijn hier gaan zitten. Hey! Wat vet! Het voelt echt zo luxe om het te zien. Ik bedoel, ik heb het altijd bij mijn ouders gezien. Dan vond ik het altijd zo ver van mijn bed. En om het nu in mijn eigen huis te zien. Dit is zo cool. Echt. Ik vind het echt zo kicken. Oh. Het voelt zo huis van de toekomst om een robotstofzuiger in je huis te hebben. Echt zo vet. Echt zo vet het ding. Mooi hè? Het is echt serieus handig. Hij werkt zo precies. Ja. Doet dat hoekje nu al voor de vierde keer? Nee, maar serieus, hij doet wel goed. Maar hij kan nu niet zo goed werken omdat we de GoPro erop hebben. Het is echt heel sneu. Oh, met zijn speeltje. Kijk. Oh, zo vet dit. Ik vind het heel leuk van vinden. Het is je nieuwe vriendje. Hij ziet hem liggen. Dit is wel een grote test hoor. Hoe goed zo. Doen? Hier Charlie. Ja. Yeah. Charlie. Papa. Ik kan hem meer aan de rand leggen. Zo hier zo. Dan kan er iets meer bij. Nu moet je pakken. Jeetje, hier staat nog niks aan. Ben je dom of zo? Je hebt hem steeds bijna. Wacht, ik ben nog een stukje Erland. Charlie! Ja! 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 Goed zo! Ja, dat was leuk geweest. Iemand voelt zich alweer thuis volgens mij. Oh, dit vind ik zo poppig, Hans. Dit vind ik echt het allerschattigste. Jongens, ik lig even te knuffelen met mijn Ollie. Dit is echt allerschattigste. Oh my god, you're so cute. Oh, echt, ik zeg zo vaak als ik dan denk, hoe kunnen ooit onze baby's dan nog schattig zijn dat we zo'n schattige hond hebben? Hop. Kop. Ja, maar serieus, dat denk ik zo vaak. Je bent zo schattig. Hoe kunnen nou ooit nog mijn baby'tje zeggen, oh dit is schattig omdat we zijn cuteness gewend zijn. Daarom, dus echt cuteness overload van Charlie. Ik wil alleen nog maar puppy's, Hans. Oké, schatje. Ik zit echt de afgelopen tijd heel veel na te denken over een konijntje in onze tuin. Want we hebben best wel een grote tuin. Gewoon zo'n bak. Maar dan denk ik, ja, dan moet ik maar eigenlijk in de winter binnenhalen. Oh, fuck. Je meent het, hè? Nee, echt niet. Nee, dat gaat hem niet worden. Dan was ik wel bang voor. Ja, nee, echt niet. Want je vindt het binnen... Oh, sorry. Je vindt het binnen niet leuk om een konijn te hebben. Ik vind zo, ja, een konijn heb ik echt niet zo'n zin in. Ja, en nu heb ik een hond. Vind ik veel leuker. Hond heb je tenminste aan. Met een hond kun je tenminste iets. Dan heb je tenminste aanspraak.
Ja, ik denk ook dat omdat Charles die cavia van mijn schoonzus bijna had opgegeten. Ja, niet bijna, maar hij wilde wel echt. Dat ik denk, ja, ik weet niet of dat heel goed gaat. Maar hij was het maar aan. En zei, ja. Nee, maar ik serieus, zou liever een kleine kitten erbij. Oh, zo'n kleine kitten. Zo'n kitten en Charlie. Ik zou eerst over nadenken, over nog een diertje. Ja, een poesje en een hondje. Lijkt me heel leuk. Een klein katje erbij. Ja, maar die katjes die blijven dus niet klein, hè? Nee, maar moet je een beetje schattig gras. Dus kijk naar die katten van je broer. Die zijn toch nooit echt groot geworden? Ja. Bleven altijd wel een beetje... Nou, die ene werd wel dik. Die andere was wel, bleef wel schattig. Maar serieus, een kat, als een konijn als die buiten zou blijven, zie je die wel zitten? Nee, dat zie ik niet zitten. En ik vind de konijnen heb je te weinig mee. Daar heb je gewoon... Die zitten alleen maar te zitten. Nee, maar ik vind het leuk die hoppelt. Sorry, ik ben hier eens niet. Ja, maar die holt zo. Ja, dat is wel leuk. Is maar dan moet je gewoon een snoepje voor Charlie zijn voeten gooien en dan springt hij ook. Nee, een konijntje niet. Nee, een katje. Okay, dan een beetje. Een katje, een nee, een katje. Een babytje, nee. Ja. Een katje, nee, een katje. Hans, zie je mijn gezicht, maar dan een babytje? En dan met jou vermengd? Zie je dit dan? Nee! Nee! En dan een babytje doen, Hans? Nee, een katje. Ik kan een katje. Ah, je krijgt een katzusje of broertje. Nee, je krijgt een babytje, Charlie. Nee, een katzusje of broertje.